We zijn in Rotterdam begonnen omdat dat vooraf veel werd besproken. 13 partijen in de raad nu, het waren er 10. Af en toe knettert, zegt Abu Talib het, maar er kwam toch altijd besluiten uit. En al die lijmmiddel geeft of koffie, dan doet hij dat. maakt hij er makkelijk vanaf met wat? Want wie schetst een heel ander beeld komende met een nieuwe partij? Hij kan niks anders zeggen. Dit is wat je moet zeggen, ja, burgemeester. Ja, burgemeester. En de mensen hebben gesproken en dan moet je niet zeuren. Dit zijn de vertegenwoordigers van de mensen in de raad straks. En dan heeft de burgemeester maar één ding te doen. Iedereen respectvol bejegenen en het college vergaderingen goed leiden. En voor de rest geen grote mond hebben. Maar ik denk dat in essentie klopt het wel wat hij zegt. Ik bedoel, iedereen zegt dan, oh, moeilijk, land wordt onbestuurbaar, ingewikkelde coalities. Het is altijd ingewikkeld. Want je komt altijd met mensen in de raad of in de Kamer of in de coalitie terecht, waarmee je het of helemaal niet eens bent of net niet eens bent. Het alleen is altijd de tegenstellingen zijn natuurlijk wel vergroot. Absoluut. Polarisatie is inderdaad vergroot. Ik heb daar een andere opvatting over dan wie het doet. In welk opzicht? Nou ja, kijk, ik vind het toch jammer. Er kleeft toch iets aan wat je zegt van ja, weet je, alsof het altijd zo negatief is als allochtonen de politiek ingaan. Dat is gewoon echt niet zo. Ja, weet dat je? Heb ik helemaal niet gezien. Nee, dat weet ik, maar dat, je moet dat kijken kleeft naar er wel een agenda. Beetje. Het kleeft er wel aan. En niet alle politieke partijen, zeker niet als het mensen zijn met een islamitische achtergrond, die overigens bij heel veel verschillende partijen zitten, zeker ook bij het CDA, ook bij D66 en ook bij de SP. Ja, maar het is juist enorm aan te moedigen als ze politiek achtergrond. Denk is een verlengde arm van de AK-partij uit de Turkije. Ja, dat is allemaal van het landelijk beeld. Maar ik heb goed geluisterd de afgelopen dagen naar in die debatten, naar die mensen die in Rotterdam, in Enschede enzovoort de lijst aanvoeren van Denk. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hun niet kunnen betrappen op hele foute, verkeerde opmerkingen. Als zij zeggen dat mensen die hier 40, 50 jaar hebben gewoond en gewerkt en nog niet echt taalmachtig zijn, maar wel keihard hebben gewerkt, dat je die niet kunt verplichten om alsnog de Nederlandse taal volledig machtig te worden, dan kan ik me dat vanuit hun perspectief ook nog begrijpen. En dan kan ik ook nog zeggen, begrijpen dat ze zeggen, nou, de maatschappij mag ook wel een stukje acceptatie doen.